Dan komen we nu terecht in nog een gedeelte van de taverne. Zoals je kan zien, volgesteld met kadertjes en tekeningen. Allemaal rond die ene man, Walt Disney. Bewonder je Walt Disney? Ik bewonder hem wel, ja, zeker en vast. Ik heb thuis een boek met quotes, uitspraken. En ik heb hier een kader met heel wat van die gevatte opmerkingen. Waarvan er heel vele zijn die enigszins ook bij mij passen. En een van die uitspraken van Walt gaat dus: I don't want the public to see the world while they're in the park. I want them to feel they're in another world. En dat is het bij jou ook om te doen? Dat is bij mij om te doen. Wat ik in deze taverne probeer te bewerkstelligen, dat is als de mensen binnenkomen, dat ze even ook vergeten dat er buiten een harde realiteit is. Dat je naar hier toe komt om je te ontspannen, zeg maar in een andere wereld terecht te komen. De voormalige Vlaamse charmezanger Frank Valentino uit Roeselare is geobsedeerd door alles wat met Walt Disney te maken heeft. Hij is 67 keer naar Euro Disney geweest en drijft nu een taverne van onder tot boven vol met Disney-dinges. Ik wou vooral een heel kindvriendelijk gebeuren, waar de kindjes zich thuis voelden en waar mama en papa ook gezellig kunnen tafelen. En wat mij betreft, dan moest het uiteraard iets zijn dat met Disney te maken had. Ik had heel veel Disney dingetjes, dus ik kon dat hierin onderbrengen. De meeste Disney freaks voelen ook meteen aan waarover het gaat. We hebben hier een lantaarnpaal, zo geplukt uit Main Street zou je kunnen zeggen, met wat wegwijzering waar de andere gedeelten zich bevinden. En de tafeltjes, die hebben ook allemaal een eigen naam, refereren naar de figuren die erboven staan. Het is uiteraard ook niet de bedoeling om iets te gaan kopiëren. Al wat wij hier doen is met een knipoog naar Disney. Heb jij daar nu zelf ook aan gewerkt, aan de taverne? Ja, ik heb alles zelf gedaan. Hier is nog nooit iemand binnengekomen, nog om te schilderen, nog om elektriciteit of decoratie. Ik pak mij een ketting of een touw en ik probeer het te decoreren. Hier kan ik mijn artistiek ei kwijt, dat ik in de muziekwereld dus niet meer echt kwijtraak. Dat kan ik hier nu in Lavenbod vieren en dat is voor mij jouw tweede carrière. De muziek die is heel voornaam. Dat is wel een van mijn stokpaardjes. Als ik iets graag verzamel van Disney, is het muziek. En ik heb de meest bekende Disney-songs in de meest uiteenlopende stijlen, van reggae tot disco tot zeg maar het gewone dat op de soundtrack terug te vinden is. Dit zijn allemaal Disney-cd's, een 240 denk ik dat we er verzameld hebben. In mijn wagen zelfs durf ik het aan om die sfeertjes nog even te laten weer klinken. En thuis ook? En thuis ook, ja. Ja. Dus zoals u ziet, niet alleen in een taverne, maar ook thuis hebben wij een collectie die aan Disney doet terugdenken. Dus Disney leeft hier ook bij jou thuis? Uiteraard wel. Ja. We zouden het zeer absurd vinden om het daar allemaal om ons heen te hebben en thuis niks. Hier hangen trouwens dingen die daar niet zijn. We blijven dus op en top in de sfeer. Maar ik vind, als je nu toch een Disney freak bent, dan kan je net zo goed een kaasplank of een bord om warme borden op te zetten kopen wat enigszins binding heeft met wat je graag bij hebt, dan dat ik hier gewoon een rond houten plankje zou leggen. Wat maakt die figuurtjes zo aantrekkelijk voor jou? Ze hebben allemaal een zeer, zeer echte gelaatsuitdrukking. Je ziet wat die figuurtjes beleven. Ja. En dat maakt het waarschijnlijk wel zo magisch dat je naar die figuren ook opkijkt. Nu, als ik Mickey en de anderen zie lopen in het park of ze komen bij ons aan tafel zitten in het restaurant daar, dan denk je nog altijd van, ah, daar Mickey. Je weet toch dat dat allemaal nep is? Nee, dat is Mickey. Jij gaat er dan echt in op zo. Ja, ja, zo hoort het ook. Zo hoort het, ja. Anders heb je er ook niet. Dan heb je ook de magie. Ja, ja. Ja, ik heb ook het park in Parijs heb ik al 75 keer bezocht, denk ik. Maar toch zie ik nog altijd details die mij beroeren. We zijn er net weer 3 dagen geweest. Ik heb daar 3 dagen van mijn leven toch weer meegemaakt. Je hebt eigenlijk je eigen Disney-wereldje gecreëerd, hè? Ik heb een wereldje gecreëerd waarin ik mij helemaal Disney voel. Ja, laat het ons zo stellen. En uiteraard met de taverne is het zo dat het niet meer een hobby is dat je nu en dan eens beoefent of dat je nu en dan eens mee geconfronteerd wordt. Maar je hebt elke dag bewegen je nu in zeg maar tussen de middenverzameling.
Er komen mensen praten over dit. Er komen mensen ook met iets nieuws voor de film. Dus je bent er in feite dagelijks mee bezig. En dat kan voor mij niet mooier zijn.